Nou, we kregen heel veel wisselende informatie vanuit de markt. Een aantal distributeurs geven aan dat ze de BTW doorgevoerd hebben en dat de winkeliers die normaal betalen. Er moest wel wat uitgelegd worden in het begin, maar dat is veelal opgelost. Echter zijn er ook een aantal winkeliers en distributeurs die moeite hebben om hun producten te verkopen met BTW, waarbij winkeliers aangeven dat ze niet zouden bestellen als ze BTW moeten betalen. Dus je krijgt wat afzeggingen, maar er is een wisselende informatie waarmee we om moeten gaan en zo goed als mogelijk ervoor zorgen dat de BTW die wij moeten hebben uiteraard, dat die ook betaald wordt door de winkelier. Maar nu u zegt dat ze dan geen producten willen die waarvoor BTW betaald moet worden, althans een deel daarvan. Is nou de import toegenomen? Is het afgenomen? Is het gelijk gebleven? Nou, vooralsnog is het gelijk gebleven. We hebben de koopkrachtdaling die natuurlijk een effect heeft op de volumes van de importen. Maar de BTW is nog te kort onderweg om te zeggen dat er een importdaling heeft plaatsgevonden. Daardoor in januari is een moeilijke maand. De koers staat onder druk. De eurokoers die gaat ook omhoog internationaal. En dat heeft effect op de SLD. Dus de prijzen in de winkel die worden geëffectueerd daardoor. Is het niet makkelijk om producten te verkopen. Maar de consument heeft het gewoon heel moeilijk met alle prijsstijgingen. Maar toch merkt u een gelijke tred met voor de invoering? Ja, het is nog te kort om te zeggen dat welk effect dan ook te maken heeft met BTW.